Wout, terwijl je er nog zit, wil ik een interview laten zien. Een interview met een van je vrienden. Het is een Amerikaan deze keer. Je hebt de parcoursverkenning gedaan met hem ook, hè? Klopt, ja. Steven Hyde. Steven Hyde, ja. Fijne gast. Ja, echt een toffe kerel. Hij stuurde mij vanmorgen om rond 10 uur nog een bericht om een succes te wensen. En eigenlijk waren we samen in Calpe beland en toeval wil, ik vertrek morgen naar Malaga. En daar zijn we achter gekomen dat we tegelijkertijd daar gaan zijn. Dus we gaan deze week samen een keer goed eten daar. En het is eigenlijk een apart verhaal, maar het is echt een toffe kerel. En ik heb er zelfs nog wat van opgestoken. Tijdens de verkenning hebben we nog een mooie lijn gevonden in de afdaling. Dus, ja, ik zag jullie verkennen en er werd veel plezier gemaakt. Het ging er heel ontspannen aan toe. Ja, ik was ook heel ontspannen. En Steven is ook iemand sowieso met hart op de juiste plaats. En een goed lachse kerel. Mm-hmm. En ik kan er goed mee omgaan. Dus. Okay, we gaan eens luisteren naar hem. Steven Hyde bij Renaat Schotten. Laat hem maar komen. Steven Hyde, maybe there's one person in the world that isn't surprised by Wout van Aert's performance today. Absolutely. I know that he's obviously had his eye on this prize, and I think he put everything this year into it. I'm really proud of him. That's an incredible ride. You spend a lot of time with him on training camp. How focused was he on this day only? I mean, extremely. You know, he's got a lot of responsibilities. He's got a lot of, the series, the World Cup, everything, and Matthew's so strong. I think, mentally, it was for him, he had to put it all into this one race. And for him to go to the road a little more next year, I think it was really important to him. And it's great. What do you think he will do? He's capable of performing on the road. Oh, I think he'll be one of the best. I mean, I think he could be the next Tom Boonen, yeah? Really, he's amazing. He's strong, We'll stop the interview there. Thank you very much. Thank you for having me. Thank you. Yeah. Ik kan begrijpen waarom je met zo'n gast goed overeenkomt. Ja, hij moet alleen nog Tom Boonen leren uitspreken. Maar het is zoals gezegd, je lacht er eigenlijk je eigen breuk mee. Dus komt altijd leuke praat uit. Okay.